Ja. Ze zien wel een stuk knapper zo met die petjes op, hè? Die twee schoentjes die ik bij hem heb. Nou hebben we één wedstrijd verloren en het genuilen zijn weer begonnen. En we hebben afgesproken, we zouden dit seizoen minder genuilen en meer strijd tonen. Dus wij gaan minder nuilen en die spelers gaan er meer op kleunen. Nou jongens. Nou jongens, heel veel succes vrijdag en 3 punten. Welkom bij aflevering 10 van Hennezee. Terugblik Almere. De eerste nederlaag, ja dat kan gebeuren. Maar niet op zo'n manier, slappe hap. Wat zal Jack gebald hebben? Daarvoor ben je toch niet naar een betere club gegaan? De spelers hebben de trainer laten vallen. Veel te weinig inzet bij die gasten. We kwamen van een koude kermis thuis. En het liep voor geen meter. Als een stelletje wijkagenten liepen ze over het veld in. En achterin was het een emmentalig gatenkaas. En we hadden nog wel getraind op echt gras. Dus dat is geen excuus. Truus. Favoriete speulers. Nou, voor mij was ik een tegenstander Eindhoven. Dat werd geen makkie. Ze hebben tegen 20 gelijk gespeeld, dus dat was goed. We moeten scherp blijven, anders gaat het weer mis. Ik voorspel toch dat we minimaal met 2-0 winnen. En anders ben ik niet tevreden. We hebben een nieuwe keeper op stage bij. Hij heet Osman. Dat is geen fabeltje uit de krant. Zo heet hij echt. Ik denk dat ze hem puur op naam gehaald hebben. Ik vroeg in die Osman. Waarom ben je keeper geworden? Ik wil altijd al een doel in mijn leven hebben, zei hij. Nou loopt ook Leonard Nienhuis op stage. Ik ben benieuwd wie het wordt. Ik had er gehoopt op Gentenaar. Het is de week van de scheidsrechters. Ik hoop dat ze nou eindelijk eens beter gaan fluiten. Ja, je hebt ze nodig. Fair play, zou ik zeggen. Jullie waren toch gestopt met roken, of niet? Dank je die. Die twee, die zien ze glad als een al. Ik lees een stukje voor uit eigen werk. Let op. Geef een vrouw een vis en ze leeft 1 dag. Nee. Ze eet. Doet die expres. Dat doet die expres. Geef een vrouw een vis en ze eet 1 dag. Leer haar vissen en ze eet elke dag. Wisten jullie dat een paling 4 neusgaten had? Nooit geweten. Was het zo goed, Schimke? Ja, hartstikke goed.